De Norre. Tussendoor. Mercier. Dan is het uitkijken geblazen bij Oostende. Kasper De Norre voor de goal gezet. Schijnbeweging en de goal. Prachtige goal van Shengelia. Hele goede goal. Derde van het seizoen voor Levan Shengelia. En dit was het gevaarlijkst van allemaal. Veel volk mee naar voren in deze aanval. Overtalsituatie hier op de flank. De Norre. Kaba die met een schijnbeweging de verdediger in de luren legt. En dan prachtig afgewerkt door Levan Shengelia. Goeie goal hoor. Met veel stations. Veel mensen van Oud-Heverlee-Leuven die de bal raken. En ook die schijnbeweging. Hij heeft de bal dan wel niet geraakt. Sorry Kaba, maar toch ook heel goed gedaan. Meteen diep. Dit is goed gevoetbald. Maar kijk, ze kunnen het even niet meer belopen bij Charleroi. De Norre. De Norre gaat die trappen. De Norre tegen de paal. En dan gaat hij er nu wel in. En is het Henri die scoort. Alweer Thomas Henri. De man op de juiste plaats. Even kijken naar de man langs de zijlijn. Is dat buitenspel of niet? Oh, deze gelijkmaker. Ineens was daar de ruimte. Hier de poging van De Norre tegen de palen, dan inderdaad geen buitenspel, want Stelios Andreou is daar meegevolgd. Daardoor is het geen buitenspel van Thomas Henri. Op deze manier is een derde maakt van het seizoen. 1 tegen 1. Voorlopig hebben ze een puntje, dat wel. Of gaat Mercier gewoon direct trappen? Ze zijn aan het discussiëren, maar gaat toch gewoon een balletje meegeven. Opletten, hier is De Norre. Dan staat het 0-1. Het staat 0-1 voor Oud-Heverlee-Leuven. En zoals je zei, Wesley, ze zijn er aan het vieren. Ja, ik doe dat heel vaak. Als Leuven speelt, dan kijk ik naar de bank en niet naar de vrije trap in eerste instantie. En als ze dan gaan rechtstaan, dan weet ik dat er iets gaat komen. Hier gaan we het zien. Nou, geen buitenspel. Het is Kasper De Norre. Kijk, De Norre is aan het kijken. Altamari loopt centraal. En ik denk dat die bal in eerste instantie voor iemand anders was. Maar goed, als hij dan toch bij De Norre komt, maakt niet uit. Het is via La Poussin. Hier Mercier. De supporters van Charleroi laten het ondertussen knallen. De Norre. Er is Oud-Heverlee-Leuven. De Norre! En hij maakt er 0-1 van. Een prima doelpunt van deze Kasper De Norre. Dan is dat toch dat snelle doelpunt voor Oud-Heverlee-Leuven. Porters van Charleroi. Het vuurwerk ontsteken achter de goal van Koffie. Is het Oud-Heverlee-Leuven dat er 0-1 van maakt. Net iets meer dan een kwartier gevoetbald. Kasper De Norre. Goed balletje op Sowa. In de 16. En dan het... Oh, wat een doelpunt. Kasper De Norre. Ho, 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 ho. Dat is uithalen. En de gelijkmaker komt letterlijk een beetje uit de lucht vallen. Maar wat een doelpunt. Neemt hem meteen op de slof, Kasper De Norre. Nog eens kijken. Het is Mercier met de goede bal. Het overzicht, de visie. En een werelddoelpunt van Kasper De Norre. Sowa, nou, zonder te kijken, gewoon gegeven. We weten dat daar ongeveer wel iemand moet staan. En daar is helemaal niks aan te doen voor Doelen. Wereldgoal. Ja, dat is zuur voor...